Leuk dat je naar de Nieuwvoer-podcast luistert. De podcast over het hoe, wat en het waarom van de landbouwtransitie, ons voedselsysteem en de biobased economy. Ik spreek met pioniers over hun lessen en inzichten, hoe de natuurwetenschappen, hun visie over de toekomst en hun ondernemerschap eruit ziet. Mijn dank gaat uit naar alle donateurs van de Petje Af _Nieuwvoer Community die maandelijks met een kleine bijdrage Nieuwvoer vooruit helpen. Dank jullie ontzettend. Laat merken dat je Nieuwvoer inspirerend vindt door ook als donateur via Petje Af _Nieuwvoer je aan te melden. En tot slot een hele grote dank aan de vrienden van Nieuwvoer die ervoor zorgen dat ik deze podcast kan produceren. Dat zijn Priva en Greenport West-Holland. Super bedankt dat jullie Nieuwvoer vooruit helpen. En dan gaan we nu starten met de podcast. Mijn naam is Alexander Prinsen en ik wens jullie ontzettend veel luisterplezier. Han, super geweldig en leuk dat ik hier bij Nieuwvoer mag verwelkomen. Op de virtuele bank in dit geval. En we hebben elkaar gesproken een tijd geleden. Dat ging via LinkedIn. En toen bleken wij een gezamenlijke kijk hebben op de biobased transitie. En ook hoe dat op de landbouw impact heeft. Na de invitatie die ik jou gestuurd had, zit je hier nu. Dus dank daarvoor. Voordat wij de diepte induiken, wil ik eigenlijk meteen met die cijfers starten over gigatonnen, Han. Want dat zet wel het een en ander in perspectief. Ja. Jij had dat lijstje paraat. Dus ik hoop dat je dat nu ook nog eventjes kan opnoemen. Want het is een fascinerende hoeveelheid waar we met z'n allen mee van doen hebben. En dat is een deel natuurlijk waar hoeveel voedsel we produceren, hoeveel hout. Nou ja, wat was het lijstje ook alweer? Ja, kijk, het gaat er natuurlijk om wat is de globale biomassa-productie. Ja. En wat is de menselijk gebruik in dit geheel? En dan kijk je of iets in evenwicht is of niet, of hoe zit het? Nou, we hebben natuurlijk heel veel zonneschijn, heel veel fotosynthese op deze aarde. Je moet denken dat aan biomassa-productie ongeveer meer dan 200 gigaton, 200 miljard ton per jaar, ja, de hele wereld wel geproduceerd wordt. En dat is ook de natuur erbij, hè, moet je denken. Ja, dat zijn de bomen, de vissen, dat zijn bacteriën, schimmels, planten. Die, nou, fotosynthese, hè, dus okay, dat zijn dus niet de vissen. Dus dat is echt wel de groene plant. En de bomen natuurlijk, en ook de algen, de zee, niet te vergeten. Dus dat is ongelooflijk veel. En je moet denken aan voedsel, vers voedsel is ongeveer 9 gigaton per jaar, wat we dan ongeveer produceren. En daar zit natuurlijk water bij en zo, en dan moet je behandelen. En daar eten we ongeveer 3 gigaton van op. Dus dan verliezen we 3 gigaton als voedsel. Dus we verliezen ongeveer 6 gigaton. Ja. Er zit ook nog water bij, hè, moet je denken, maar ongeveer 6 gigaton verlies je. En daar moet je, want ja, je kunt niet alles eten als je een graanstengel hebt. Dan eet je alleen de korrel, ja, of van de ijs en niet de hele plant en zo. Dus daar hou je best wel veel over. En eigenlijk hou je maar 30% over van wat je daar gegroeid hebt aan biomassa. Wat je echt nuttigt. En daarnaast heb je nog een keer ook nog hout wat je produceert. Dat is ongeveer een 2 gigaton ook. Aan hout en nog, komt nog wol bij, katoen en zo. Dat zijn wat kleinere hoeveelheden, maar in totaal tussen 2 en 3 gigaton nog, wat voor materialen gebruiken. We stoken ook nog een keer 5 gigaton aan hout ongeveer op, ja, aan biomassa. Dus dat is ook best wel veel. In totaal is het evenveel als de hoeveelheid biomassa die we groeien voor voedsel. Ongeveer, kun je zeggen. Dus dat stoken we nog ongeveer op. Nou, en dat staat in verhouding tot ongeveer 20 gigaton energie wat we van fossiele energie gebruiken. Dus dat is eigenlijk een factor bijna gelijk. Ja. Dat is iets voor iets groter. Dat is iets groter. En dat betekent als jij alle energie die 20 gigaton fossiel door biomassa zou willen vervangen, ja, dan moet je verdubbelen met alles wat we nu doen. Ja. Ja, dat is niet zomaar haalbaar zonder toch wel flinke invloed te hebben ook op de voedselprijzen. Nou ja, dan snij je wel een topic aan. Ja. Want we weten inmiddels ook dat heel veel landbouwbodems zijn uitgeput. Dat is natuurlijk een gangbaar verhaal. We hebben nog maar 30% van het oorspronkelijke arsenaal.
We hebben natuurlijk een ontzettend grote dierlijke voedselproductie, waarvan we weten dat natuurlijk daar heel veel planten voor nodig zijn. Ja. Maar dan zeg je eigenlijk, willen we die biobased transitie in kunnen gaan, dan zullen we toch echt minder vlees moeten produceren. Want dan houden we meer plantenbiomassa over. Ja, als je dus kijkt naar CO2 met name, dan kun je inderdaad zeggen van dat is vleesconsumptie is gewoon een factor 2, 3 groter, soms nog wat meer dan plantaardige consumptie. Dus gemiddeld factor 4. En dat betekent als jij eigenlijk, als wij gewoon plantaardig eten, dan houden we heel veel land over, wat je normaal aan de, wat heb je normaal nodig om voedsel voor het beest te produceren, wat niet zo efficiënt is. Nou, dan hou je veel land over en dat land kun je gebruiken voor extra biomassa en extra natuur. Ja, en als we dan ook nog het land in gebruik nemen wat nu volledig degraded is, niet meer in productie is, dan in plaats van dat we een voedselproductie tekort hebben, creëren we dan weer een voedselproductieoverschot. Voor de ja, dat is een vak apart. Die landerijen die helemaal niet meer geschikt zijn om die weer geschikt te maken. Dat kan wel, maar daar ben je ook wel even mee bezig met een jaartje 15 en dan schijnt het allemaal weer terug te kunnen komen. Hoe kom jij dan als chemisch technoloog uiteindelijk in die biobased kant uit? De meeste chemicus die ik ken, die zitten dan in de olie-gassector en de transitie naar de biobased dat gaat niet zo eenvoudig. Daar is altijd iets wat gebeurt. Het is aan de ene kant weer heel voor de hand liggend. Als je een chemicus hebt, die maakt een leuke component, zegt hij, kijk, die kan ik maken. Ja. En dan zegt hij erbij, dat is een efficiëntie van 80-90%. Betekent dat er nog 10-20% overblijft. En dan hou je reststroom over. Ja. Nou, als je een fabriek gaat maken, dat weet je als chemisch technoloog, dan zit je, is wel leuk dat product, maar ik zit wel met 10% afvalstromen. En als dat 100.000 ton is, dan is dat wel 10.000 ton of zo. Dat is wel veel. Dan ga ik daarmee naartoe. Waar ga ik daarmee naartoe? Dan kan je niet zomaar dumpen in de rivier of iets anders. Ja. Ook nog als het toxisch is. Dus daar heb ik me als chemisch technoloog, krijg je daar ook al mee te maken. En daar heb ik me wel op gericht. En dat heet een beetje afvalstoffentechnologie, kun je zeggen. Ja. Dus wat ga je nou met al die reststromen doen? En dat gaat van chemisch afval, maar je hebt ook gewoon natuurlijk biologisch afval. Je hebt ook afval bij de mensen. Je hebt puinafval. Je hebt anorganisch afval dus. Dus er zijn heel veel afvalstromen. Daar heb ik me in het begin mee bezig gehouden. Want er zijn heel veel technologieën uit de chemische technologie weer. Mm-hmm. Die je daarvoor gebruikt. Om dat weer te bewerken. Een heel bekend voorbeeld is eigenlijk de waterzuivering. Vroeger waren dat de civiele ingenieurs die daarmee bezig waren. Uit Delft met name. Maar uiteindelijk is dat een heel chemisch technologisch proces. Want je hebt gewoon een reactor die je moet roeren. En uit die reactor daar worden bacteriën gevoed. En die bacteriën die eten daar weer op en die maken het schoon zodanig. En dan moet je een recirculatie inzetten. Eigenlijk allemaal chemische technologie. Ja. En je hebt een bepaalde snelheid en een verblijftijd die je dan moet uitrekenen. En dus het ontwerp kan maken. En zo met de jaren zijn de chemische technologen zich daar ook meer mee gaan bemoeien. En hebben ze gezien dat hun kennis waardevol is om er een fatsoenlijk proces van te maken. En eigenlijk heeft men dat ook een soort biotechnologie genoemd. Ja. Bioprocestechnologie, moet ik zeggen. Dus dan is men de biologische processen, is eigenlijk in technologische processen gaan omvormen. Ja, en zo heb ik me mee bezig gehouden met dit soort processen. Om te kijken, hoe kunnen we onze afvalstromen fatsoenlijk verwerken zonder dat het milieu belast wordt. Ja, en dan kom je uiteindelijk uit dat het alles energie kost. Ja. Ook dit soort processen. En dan ga je kijken, oké, dat moet ook nog op een duurzame wijze gebeuren. En kan je daar biomassa voor inzetten, bioreststroom, et cetera. Mm-hmm. Nou ja, en dan krijg je die hele analyse van de totale energiestroom. Hoe gaat zich dat verhouden? Kan dat of kan dat niet? Nou, we kunnen niet al onze energie voorzien op dit moment van allemaal biomassa die we hebben in de wereld. Wij moeten daar toch onze natuurlijke bronnen voor gebruiken, zoals zonne-energie en windenergie, waterkracht. Ja. Ja, zoet, zout zijn allerlei technieken, golfenergie, et cetera. In ieder geval alle energieën die je kunt bedenken uit de natuur, om die zoveel mogelijk ook toe te passen. Op een duurzame wijze uiteraard. En dan kunnen we in balans komen. Als je dat gaat uitrekenen, dat is zoveel zonne-energie.
ja, ruim 8.000-9.000 keer dan wat we gebruiken per jaar als mensheid, is er aan zonne-energie beschikbaar of wordt ingestraald op de wereld. Ik wil niet zeggen dat het beschikbaar is, maar als je daar ja, alles 1% van hebt, dan heb je al eigenlijk heel genoeg. Ja, dat merken we volgens mij in Nederland nu. Je kan niks meer op het net krijgen, want het net is in Nederland inmiddels overvloed met elektronen. Ja, ja, zoveel energie is er te krijgen. De oogsten ook al, ja, in Nederland. Dat we ons makkelijk kunnen voorzien van die energie. Ik praat meestal wel elektrische energie, maar ja, daar is toch wel ons hele systeem op dit moment niet op gebouwd. Nee, en dat is van een heel wat je dan toen je tijd bij Tilburg verdiept hebt. Want wat ik ook nog dan, want ik heb jou, ben op jouw pad terechtgekomen bij Avans, daar zit je nu. Ja. Maar je hebt daarvoor ook nog als professor Sustainable Energy bij Eres in Dronten. Weet je, dat is toch de Agrarische Hogeschool, toch? Ja, Agrarische Hogeschool. Ja, Ondernemers Hogeschool. Voor alle agrariërs en ook de boeren, zeg maar, om die werden het onderricht. En dan zijn we daar de biobased economy gaan introduceren. Ja, naast voedselproductie ook produceren voor niet-voedsel toepassen. Was jij dan een van de eerste die dat daar geïntroduceerd, ja, heeft? Ja. En, ja, ja. Grappig, meteen ben ik nieuwsgierig, hoe is dan de perceptie vanuit een traditionele hogeschool dat voedsel centraal staat en dan één keer heb je een andere verdienmodel, biobased? Nou ja, dat is natuurlijk enorm wennen. En vooral ook voor de studenten die daar, ook voor de studenten die daar komen. Want men is helemaal gericht op de voedselsector. Ja. En zo zijn die sectoren. Kijk, de biobased economy heeft de feiten, die gaat de grondstof produceren. De landbouw gaat eigenlijk de grondstof produceren voor de chemische industrie. En dan ga je dus groen met grijs verbinden. Dat is dan helemaal niet gewend. Dat zijn twee losse sectoren, helemaal, ja, in Nederland georganiseerd. Vanaf de scholen tot en met de industrie. Dus die kennen elkaar eigenlijk niet. En ja, dat gaat zich nu meer vermengen. Mm-hmm. En ja, dat is natuurlijk iets wat tientallen jaren duurt. Voordat je dat meer hebt opgebouwd. Dus kijk, er bestond al een stuk grote biobased industrie. Dat is bijvoorbeeld de papierindustrie. Ja, en de suiker. Die houtgebruiken van nieuwe toepassingen. Ja. Je moet ook denken aan... Wat is suikerbieten in Nederland? Suikerbieten is voornamelijk alleen maar geweest voor suiker te produceren. Men is nu bezig met de reststromen om daar meer uit te maken. Ja, en ik weet dat Corbion nu ook de suikerbieten als feedstock gebruikt voor hun fermentatieroutes. Ja, suiker kun je ook omzetten in een polymeer, in een PLA, polylactic acid. Ja. En dat is het bedrijf Corbion dat doet. Maar die gebruikt suikerriet in Thailand. Ah ja. Die hebben fabrieken ook in Thailand staan. Om daar die plastic, daar kun je de grondstof, de lactaat voor maken, die je dan, waar je dus polylactaat van kan maken. En dat, dat is een bio-based of bioplastic. En hoe, want dat was in de tijd dat je hebt daar gezeten van? 2000... Ik heb daar gezeten vanaf 2009 ben ik daar begonnen. Ja. Tot 2018. Hoe is het nu dan? Ik vind het wel een mooie groen met grijs verbinden. Hoe ver zijn wij nu in Nederland? Nou, we staan aan het begin. Ik weet van, er wordt bijgehouden. Hoeveel biobased is de industrie in Nederland? Het, ja, was, ik denk 2 jaar geleden, ik weet niet hoe het nu is, 4%. Ja, dat is nog niet zo heel 4%, veel. 4%, ja. Dus dat is nog heel laag. Dat lijkt wel op de duurzame energie, zit er ook op 12%. Ja. Dus je snapt wel dat we nog even door moeten gaan. Ja, want de vraag die dan rijst als je het over landbouwgronden hebt en dan de keuze krijgt of je dan voor biobased building blocks, zoals jij dat noemt, of zoals jij die titel hebt bij Avans, of voor voedsel, dat lijken toch twee werelden die met elkaar botsen, want hebben we wel genoeg grond voor onze voedselproductie? En als het antwoord daar is en we gaan daar nog eens een keer biobased grondstoffen voor bouwen, dan lijkt het alsof we voedsel weg aan het halen zijn om de synthetische chemie sector te vervangen. Nou, wij kunnen alle chemie en materialen, kunnen wij de reststromen van de huidige voedselproductie wereldwijd, gezien de balans, kunnen we wel maken. En dat is die 2/3 die jij eerder noemde? Ja, uit die 1/3. Maar dan moet je natuurlijk andere technologieën inzetten. Hè? Dat is niet zomaar even gedaan. Maar het zal waarschijnlijk meer kosten dan dat je het nu standaard uit de olie doet. Maar dat kan je in feite kun je dat daaruit maken.
Dus dat is niet zozeer een landbouwprobleem. Het probleem is meer als we alle energie uit die gronden willen halen. Ja. Voor onze energieproductie. Ja, dat moet je niet willen. Nee, maar dat is biomassa verbranden. Dat bedoel je toch? Ja. Ja, nee, maar dat is alleen maar verbranden voor een verbrandingsmotor om daar weer elektronen van te maken. Bijvoorbeeld. Dan kan je beter, zoals jij dat eerder noemde, mierenzuur maken. Dat is dan nog een betere route. Nou ja, dat moet je dan eigenlijk zelf synthetisch maken of synthetisch. Dat wil je het liefst met elektronen maken. Ja. Dat is de nieuwe chemie van de toekomst. Dat is meer elektrochemie, kun je zeggen. Ja. En wat doe je dan? Dan kun je dus eigenlijk CO2 en water, wat de natuur ook doet, hè, dat fotosynthese, kun je ook zelf met een elektrochemische cel door CO2 erin te pompen en een waterige vloeistof en een stroom erop te zetten. Ja. En een juiste katalysator noemen ze dat dan, dan kun je chemicaliën maken, waaronder bijvoorbeeld mierenzuur, maar ook allerlei andere chemicaliën. En die mierenzuur, dat is dan... Dat kun je gebruiken, dat zou je als een brandstof kunnen gaan gebruiken. Maar dan gaat je dus CO2 en water gebruiken. Is het dan... En CO2, moet je natuurlijk wel CO2 hebben. CO2 uit de lucht is een vrij lage concentratie. Ja. Om dat zomaar te doen, dus dan moet je wel geconcentreerde CO2 hebben. Maar dan zou je dat bijna kunnen stoppen in het Westland. Ja, in het Westland. Maar het Westland heeft ook geen geconcentreerde CO2. Ja, dat hebben ze wel, maar dan zijn ze aardgas aan het verstoken. Ja, maar, dus, ja, maar ze zijn ook het gas, de CO2 van de Rotterdamse haven door de kassen aan het laten stromen. Klopt. Dat is natuurlijk een cascadering. Maar waar komt die CO2 vandaan? Vaak nog fossiel. Ja. Dus dat helpt wel in de efficiëntiebesparing, maar uiteindelijk is het toch nog fossiele oorsprong. Grappig. Want ik weet dan niet... Dus, maar wat zou een boer hieraan kunnen hebben... En dit is wel, ik weet dat er is een boer in Zuid-Holland, op een van de eilanden, ik ben vergeten welke, die maakt zijn eigen ammoniak voor zijn verbrandingsmotor. Of ammonia, ik weet niet, maar die heeft besloten dat... Ja, die ammoniak die heeft hij dan nodig, want dan ga je niet op rijden, dat heeft hij nodig om NOx te reduceren dan. Nee, want je kan op ammoniak of ammonium, daar kan je gewoon op rijden. Dan kan je in je verbrandingsmotor gooien. Dat hebben we naar de tweede. Lijkt me erg ongezond, want dan krijg je dus wat voor emissies krijg je dan? Voor je het weet heb je een hoop NOx en niet. Dus dat ik denk niet dat we dat van de emissiestandaarden voldoen. Dat is dan ook weer. Dat zou ik niet aanraden. Wat je wel kunt is ammoniak weer splitsen in waterstof, een stikstof. Ja. Dan rij je op waterstof. Dat is wel goed. Dat zou je wel kunnen. Ja, dan kun je ook weer doen. Ja, en dan heb je ook nog melkveehouders die op struwiet een batterij aan het bouwen zijn. Van een koeienmest. Ja, tuurlijk. Je kunt daar proberen energie uit te halen, mineralen uit te halen. Daar weer de energie uit te halen. Het gebeurt ook wel. Kijk, grote schaal is er mestvergisting geïntroduceerd. Ja. Vooral in Duitsland, veel meer nog dan in Nederland. In Nederland ging het moeizamer. Dan maakten ze heel veel biogas. En dat biogas is in het net gepompt. En je kunt op dat gas ook rijden. Alleen dat is niet echt... dat was maar mondjesmaat. Economisch kwam het uit. De hoeveelheid gas die je ook produceerde per kuub. Het was ook nog relatief weinig. Maar er zijn een aantal... Ik weet dat in Nederland en de mestverwerkers die dat doen. En gas leveren die naar fabrieken gaan. Ja, ik volg Twents veel goed. En die zijn, ja. Die hebben nu ook mierenzuur en mest mestverwerken naar een biovergister. En die zijn die CO2 dan daarvan weer aan het gebruiken om mierenzuur van te maken. Dus die zijn een eigen cascadering aan het bouwen. Volgens mij is hun motto emissies, dat zijn grondstoffen. Dus je ziet hun ook, en misschien is dat wel een mooie voorbeeld van hoe zij de link leggen met groen. En een afvalverbrandingsinstallatie inmiddels bijna een bioraffinaderij aan het worden is. Ja. Ja, dat is feit. Cascadering, maar ja, de reststromen die je hebt, produceren CO2. CO2 is een waardevolle grondstof. Het wordt niet voor niks in de kassa en gebruikt om planten weer te groeien. Dus CO2 is een waardevolle grondstof. En die kun je samen met waterstof omzetten in alle chemicaliën of producten, zelfs brandstof, wat je wil. Moet je wel waterstof hebben. En waterstof kun je maken door water te splitsen. Ja. Dat doet de natuur met de groene plant, met de zonlicht. En wij kunnen het ook met zonlicht doen, maar dan maken we een zonnepaneel, dan hebben we stromen, dan kunnen we
water ook splitsen. En dan heb je waterstof. Ja. En die waterstof kun je weer de CO2, als je die in voldoende concentraties kunt krijgen, kun je die binden tot allerlei producten. En met andere woorden, jou, omdat dat ook in de voorbespreking, je noemde dat net ook, de technologische uitdagingen, dat is eigenlijk veel meer waar, nou ja, om de verbinding tussen groen en grijs te kunnen maken, hebben we technologie nodig die nu, nou, dat vertelde jij, nog veel meer als een centrale oplossing is gepositioneerd, terwijl je dat ook veel meer als een decentrale oplossing kan realiseren. Dat we kunnen ook kleinere installaties neerzetten die misschien zelfs net zo efficiënter zijn dan een grote unit, omdat we dan van alles en nog wat door heel Nederland moeten verslepen naar één centraal punt. Ja, dat is natuurlijk het nadeel van de biomassa die je maakt, zit relatief veel water in. Ja. Dus moet je dat al lokaal drogen, wat vaak gebeurt, en dan vervoeren, dan ga je dat ook stof vervoeren. Je wilt geen water vervoeren het liefst, hè? Want dat is natuurlijk heel veel kilo's en ja, wat krijg je van prijs daarvoor. De chemische industrie is nu gebouwd op fossiele aanvoer. En fossiele aanvoer is een droge aanvoer van olie, gas. En dat kun je met pijpleidingen, met schepen, kun je enorme hoeveelheden één plek brengen. En dan heb je ook een hoge energiedichtheid. En dan kun je heel goedkoop per eenheid producten iets maken. Nou, om dat dezelfde manier met biomassa te gaan doen, ja, dan moet je een heel grote oppervlak hebben om biomassa te verzamelen. En vervolgens die biomassa naar die fabrieken te gaan brengen. Of eerst te gaan drogen en dan naar fabrieken en dan fabrieken te gaan brengen. Nou ja, en dat is natuurlijk veel duurder al. Dat snap je al dan met de biomassa. Ja, dat is een extra handling die er tussen zit. Dus hoeveel oppervlak heb je waarmee nodig? Dus is de gedachte veel meer, kun je het veel meer met kleinere units doen. Dus een factor 10 kleiner minstens dan die van de huidige chemische industrie. Die je dus centraler kunt. Gasraffinage plants zijn bijvoorbeeld bekend. Nou, dan praat je dan over 10.000 ton per jaar in plaats van over 100.000 ton per jaar. Dus dat soort zaken moet je aan denken. Dus dan kom je veel meer naar de schaal die misschien een boerderij of meerdere boerderijen samen aan kunnen. En dan kun je wel, dan kun je dus decentraler werken. En ja, daardoor krijg je kleinschaligere units die je natuurlijk ook kleinschaliger, maar dan wel weer in de grote markt kunt vervoeren, bij wijze van spreken. Ja. En dat kan alleen maar omdat je, waarom komt dat uit? Omdat je een soort raffinaderij, je verkoopt voedsel, je verkoopt ook die andere zaken samen. En dan, alleen dan kan het uitkomen. Ja, en met andere woorden, de landbouwer van de toekomst, de boer van de toekomst, die zou dan veel meer naar zijn productie kunnen kijken. Als ik een deel verkoop ik aan de voedselsector. Ja. En een deel ga ik verkopen aan de biochemische sector. Ja. Als fietser. En jij noemde bijvoorbeeld graan. Je hebt natuurlijk de zaden is, maar wat was het nou? 1/3 van de hele biomassa, of misschien zelfs minder? Ja, dat is minder. En dan haal je 2/3, meer dan 2/3 haal je over. En dat zou je kunnen cascaderen. Een deel wil je natuurlijk hebben als compost op een of andere manier. Dat je in ieder geval de mineralen kringloop sluit. Ja. En de rest die kan hoogwaardig weggezet worden. De rest probeer je hoogwaardig, bijvoorbeeld vezels die je eruit haalt. Ja. Hoogwaardiger weg te zetten. Om het te gebruiken voor vezels, voor kleren te maken. Kijk, vroeger hadden we allemaal vlas en linnen. We hadden ook allemaal als kleding, hè? Dat is heel lang geleden. Ja, dat kun je wel allemaal. Dat is met al die biobased. Maar dat kun je ook weer. Kijk, er zijn bedrijven geweest die hebben van brandnetels. Ja. Hebben ze kleren gemaakt. Jeans. Brennels heette dat bedrijf. Nou ja, en dat kon. Dus dat kan wel. Er zijn brandnetels hier buiten groeien als bij de vleet nu. Nou, dat kun je ook weer benutten. Dus die vezels, dus niet zozeer. Ja, de techniek, het gaat veel meer, hoe kan ik dat inpasbaar krijgen binnen de huidige economische structuren die we hebben? Mm-hmm. Zijn er, betaalt iedereen wel in feite de vervuiling die veroorzaakt met zijn product? Daar zal het toch uiteindelijk op neerkomen. En zo kun je het waarschijnlijk regelen om toch de juiste dingen te doen. Nee, want waarom doen we de onjuiste dingen? Hè? Omdat die afgewenteld kunnen worden. En niet, niet betaald hoeven te worden door één bedrijf. Ja, helder. Want ik heb een van mijn projecten zit in de glastuinbouw, waar we naar de tomaten sappenresten kijken van de stengel. Want jij zegt, je wilt het water niet vervoeren. En als je er vezels van wil maken, is dat sap een probleem.
Dus kun je dat sap nog niet verwaarden. Misschien middels een fermentatie of iets anders. Maar dan merk je ook dat die vezelkan, daar worden nu bouwmaterialen van gemaakt. Dus op Floriade staat er een compleet huis gemaakt van paprika stengels. Ja. Maar dat vraagt ook een heel andere manier van denken. Dat je focust je alleen maar op het vrucht en de rest, dat is dan een soort van, dan is dat maar compost. Terwijl je, maar dat is wel weer grappig, want jij noemde dat zelf al, we deden dat vroeger al, maar die technologie is weg uit Nederland. Ja. De kunst van dat verwerken. En als je die machines niet hebt of die kennis niet hebt, dan wordt het verwaarder daarvan nu ook een. Nou ja, daar komt het nooit uit, omdat je nieuwe machines moet gaan bouwen. Of de machines moet gaan inkopen uit het buitenland waar ze er wel ervaring mee hebben. Ja, ja, klopt. Dat maakt het gewoon veel. Dat maakt het natuurlijk lastig als je weer iets helemaal moet opbouwen. Kijk, wat we in Europa doen, we hebben geen enkele chipfabriek meer bijna. Ja, we hebben er wel, maar niet op die schaal die we willen. Dan willen ze weer, ja, moet toch weer in Europa komen, vanwege politieke redenen nu. Ja, je ziet wat ze daar moeten gaan opbouwen en moeten gaan de 10 jaar bezig. En miljarden gaat dat kosten. Ja. En zoals je met meerdere sectoren, als je dat helemaal uitgefaseerd hebt, om dat weer terug te krijgen. Want je moet ook de kennis en ervaring en alle mensen die daarmee om kunnen gaan, dan moet je allemaal ook weer opleiden en erbij hebben. Dat valt niet mee. En dat hoor je dan denk ik nu ook in die hele landbouwtransitie en al de pioniers die worstelen met het feit dat het is bekend dat je van A naar C kan, maar het ontbreekt aan die B. Aan die techniek om daar die transformatie te realiseren. Ja, alhoewel ik nog wel het meest mooie voorbeeld vind van de rietjes die van tarwe en haver en zo kunnen komen. Want de stengels, daar doe je niks mee. En als het biologisch of agro-ecologisch verbouwd wordt, dan kan je daar dus rietjes van maken. Want die knip je op in stukjes en dan heb je het ouderwetse straw. Het Engelse woord straw is natuurlijk hooi. En in het Engels gaat het dan wel makkelijker. Straw is ook het rietje wat jij drinkt. In Nederland hebben we dan hooi ervan gemaakt. Maar hooi is eigenlijk ook het rietje. Correct. Dus ja, dat zijn natuurlijk. Dat is altijd al geweest hoor. Als je het product direct kan groeien buiten, ben je altijd kunnen concurreren. Katoen is een groot voorbeeld. En wol en zo, dat zijn allemaal wel de voorbeelden waarbij je meteen een product maakt. Ja. Wat kan blijven concurreren met, heeft altijd met de plastics en met alles kunnen blijven concurreren. Maar hoe zie jij dat dan voor de komende, nou ja, zeg 10, 20 jaar naar die biobased transitie? Want er komen ontzettend vaak tegenwerpingen dat synthetisch altijd goedkoper is dan biobased. Terwijl. Nou ja, dat is één. Dat kan natuurlijk maar op één ding. Uiteindelijk moet die CO2-heffing, hoe dat je het ook moet noemen, die moet erop komen. Dat kan niet anders, want waarom ben je er anders vanaf? Dus ja. Dat heeft daarmee te maken. Dus je zult dan die CO2-footprint en circulariteit, want dat heeft uiteindelijk alles met uitputting weer te maken. Het heeft alleen maar twee dingen te maken, uitputting en vervuiling. Hè? Ja. Uitput wat je in grondstof meer hebt, en vervuiling is de CO2 of andere emissies die je plaats gaat vinden. Nou, en die zul je omlaag moeten brengen. Wil je met z'n allen gezond in de toekomst kunnen blijven leven. En dat is eigenlijk altijd al geweest, een continu proces. Ja. Nou, en dat betekent dat je nu de CO2, ja, die moet je omlaag brengen. En die moet je eigenlijk naar nul krijgen, je moet eigenlijk naar negatieve emissie. Je moet zelfs nog de C-concentratie in de lucht omlaag zien te krijgen. Daar moet je alle middelen voor gaan inzetten. Dat wil men ook in Europa. Dus dan ga je deze technologieën bevorderen. En die anderen die moeten even gaan betalen. En je ziet al dat industrieën dat meer en meer krijgen. En ze zijn al heel erg bezig nu van, hoe kan ik zoveel mogelijk energie duurzaam inkopen? Of zoveel mogelijk, dat gebeurt al. Dan zijn ze al bezig, want ze zien het aankomen. Dus die transitie is nu volop aan de gang. Aan de gang gezet. Maar dat wil niet zeggen dat het morgen klaar is. Dat is een proces van jaren. Ja, en als je kijkt dan naar de substituten die er inmiddels beschikbaar zijn en waar jij een hoop voorbeelden al eerder voor aangegeven had. Vorig jaar hebben Wim de Laat bij ons gehad en die had het met zijn protein brewery over zijn eiwitten die hij kon maken met schimmels. En dat ging toenertijd, was het plan om dat richting de voedselproductie te krijgen. En ja. Jij wist mij te vertellen dat Wim inmiddels ook zover is dat hij schimmelleer kan maken wat nu kan concurreren met echt leer. Gewoon qua prijsstelling ook.
Nou, het kan concurreren. De bedoeling is dat je schimmelleer, noem het maar vegan leather, maakt. In ieder geval niet wat van de huiden van dieren afkomstig is. Daar is een vraag voor. Dan kun je kunstleer maken, wat ook gebeurt natuurlijk, maar dat is allemaal fossiel gebaseerd op dit moment. Ja. En het idee is, maak dan leer vanuit andere vezels. Vanuit fruit kun je maken, fruit leather, dat zijn ook natuurlijke vezels. Of maak het vanuit schimmels. Die schimmels die allemaal draden vormen. Nou ja, en als je dat zou kunnen maken, dan zou je een vegan leather kunnen maken. Dan moet je natuurlijk op een productiemanier kannen. Een biotechnologische productiemanier. En dat is wat Wim doet. Als je dat kunt maken, tegen volume, relatief grote volumina en dus lage prijzen kunt bereiken. Dan kan het de markt makkelijk veroveren. Maar is Wim dan daarin ook, ik wil bijna zeggen, marktleider of pionier om te laten zien dat die opschaling, het kopje technologie, dat hij daar oplossingen voor heeft? Dat er nu gewoon producten op de markt kunnen komen, omdat hij het competitief kan maken? Nou, Wim is gewend industrieel te denken. Dus je komt eruit van, hoe ga ik dit doen? Kijk, als ik iets van schimmel kan laten groeien, dat zie je wel. De schimmels die kunnen hout verteren, die kunnen eigenlijk alles verteren. Dus die zijn eigenlijk onze afvalverwerkers. Alleen dat gaat traag. Dat gaat jaren. Dat kost jaren. Hè? Dus je kunt niet zo lang op je leren tasje wachten. Dus moet je die snelheid vergroten. Ja. En dat probeer je in reactoren te doen. Dat noemen ze fermentoren. In ieder geval in waterige oplossingen proberen ze te gaan groeien. En dan kun je ook nog die schimmelstammen uit gaan zoeken die dan wat betere kwaliteit bijvoorbeeld geven. Maar dat is waar hij goed in is, om dat op een goede manier voor elkaar te krijgen. Ja. En daar geloven veel mensen in en die investeren in hem. Dus ja, dan gaat hij echt naast de bestaande industrie het parallel gaan opzetten. En dan, als dat product eenmaal natuurlijk aan de specificaties voldoet en de klant raakt tevreden daarmee, ja, dan gaat het natuurlijk als een trein lopen. Ja, en dan is het de kwestie dan verkopen aan de grote brands. Ja. En dan gaat het hard. Ja. En want wat vanuit jouw rol in als professor Biobased Building Blocks en Product bij Avans, wat is jouw rol daar en wat zie jij langskomen op dit moment? Nou, mijn rol is natuurlijk aan de Human Capital Agenda werken. Dat ik op een Applied University werk, een HBO, waarbij we natuurlijk mensen opleiden die later dit soort nieuwe technologieën moeten gaan toepassen. En dus dat doen we door veel met hun samen nieuwe voorbeelden, samen met de industrie, eigenlijk te ontwikkelen en te doen en te laten zien. En vooral aan de jonge mensen, want dat is natuurlijk, die moeten onze toekomst vormgeven. Ik heb het al gehad, kun je zeggen, maar ik draag mijn steentje nog bij, maar uiteindelijk moet daar ook de hoeveelheid komen die het allemaal gaan veranderen, het ook gaan doen bij de jonge mensen. Nou, en die jonge mensen, die trainen wij zoveel mogelijk in die richting. Zodat ze daar op voorbereid zijn en ook proberen het ondernemerschap te stimuleren, zodat ze ook bij nieuwe bedrijven zelf kunnen gaan starten. Proberen ze ook bij te helpen en te coachen om de goede kant op te komen, om dit soort nieuwe bedrijven levensvatbaar te maken. En wat zie je met die jeugd? Want dat is wel een andere manier van denken. En zeker vanuit de opleidingen, lagere school, middelbare school en deels ook de universiteit en hogeschool, die zitten nog heel erg op het oude spoor. En te laten zien dat je met biobased synthetisch producten kan vervangen, vraagt een veel multidisciplinaire aanpak. En dat is niet makkelijk als hogescholen nog vaak zo'n lineair onderwijsprogramma hebben. Klopt. Je kunt, is vaak, de keuzevrijheid is nog niet zo hoog als je misschien zou willen. Naar de toekomst denkt men veel meer, dat noemt men challenge-based learning, een mooie Nederlandse term, hè, dat ik dan altijd maar. Hè. Uitdaging gerelateerde studie, leren. Dat je uit de uitdagende, probleemgestuurde onderwijs meer of meer eigenlijk op basis van een probleem eigenlijk gaat leren. Ja. Eigenlijk een andere manier, dat motiveert mensen veel meer, want dan los je het probleem op. Ja, je wilt het afvalprobleem oplossen, of je wilt dat vervuilingsprobleem oplossen, of je wilt dat leer maken. Dan ga je vanuit die kant redeneren, welke kennis heb ik dan nodig?
Dat is heel erg gebaseerd op al, ja, ik denk aan in de jaren 80, toen men begon onder andere Maastricht Universiteit aan medicijnen, waarbij men begon als eerstejaarsstudenten te leren. Je bent al de dokter, eerst de patiënt. Geef hem advies. Komt hij erachter? Ja, wat moet ik dan weten? En dan ga ik maar eens leren. Om dit soort vragen te beantwoorden. Dus dat is vanuit het einde eigenlijk van je studie terugredeneren. En dan ga je zo studeren. En dat is eigenlijk zegt men wel eens de toekomst van het studeren meer. En vooral voor beroepsopleidingen is dat heel erg geschikt. Want dan weet je vaak van, ja, ik wil die en die problemen. En hoe kan ik die oplossen? Nou, en daar zit de keuzevrijheid van de student dus veel meer. Die gaat zijn eigen leerpaden volgen. En dan voor ons is inmiddels bezig om dat veel meer vorm te gaan geven in een nieuwe visie in 2025. Mm-hmm. Om dan die keuzevrijheid te verhogen en steeds meer het onderwijs mogelijk te maken voor studenten. Want dat is nog niet 1, 2, 3 omgezet, omdat je ook kwaliteit wil leveren. Je wilt ook, net als bij een product, zijn onze studenten natuurlijk dat we ervan uitgaan. Die slagen, die hebben deze kwaliteit. En niet een andere kwaliteit. Dus daar moeten we op letten. En die willen we ook vasthouden. En dat is allemaal een spanningsveld. Nou, daar is het grote gevecht waar we nu bezig zijn. Om de kwaliteit vast te houden. De onderzoekskwaliteit te gaan vergroten. Ja. Tot maximaal. En ook de outputkwaliteit natuurlijk van die grote. En toch voldoende keuzevrijheid. En toch maatschappelijke problemen kunnen oplossen. En voor de toekomst gereed zijn. Dus voldoende uitdaging. Ja, voldoende uitdaging. En wat voor soort projecten komen er langs? Want je biobased building blocks, dat klinkt voor mij als pigmenten, cellulose, antibacterieel, UV. Ja, klinkt niet slecht wat je zegt. Klinkt niet slecht. Vooral pigmenten. Nou, biokleurstoffen bijvoorbeeld werken aan. Ja. Kun je kleurstoffen uit producten die bijvoorbeeld eten, curcumine. Ja. Dat zit in de Yassi curry en zo. Ik heb tandoori en zo. Dat heeft allemaal curcumine. En dat is een antioxidant. Dat is een mooie gele kleurstof. Dus ook een bepaalde... Houdt die dan ook de eigenschappen antioxidant als je dat als kleur gaat toepassen? Ja, want als wij het daarna willen afbreken door bacteriën, dan gaat het niet afgebroken worden. Moeizaam. Dus het is goed houdbaar, maar het kan wel door een schimmel afgebroken worden. Ah, kijk, schimmels zie je kan alles. Dus dan moet je het zien. Dus het is niet voor een bacterie. Dus dat is altijd als je composteren, zijn we alleen met bacteriën bezig. En zijn ja, composteerbaar. Maar er zijn ook andere organismen die dat kunnen. Ja. De natuur. Met andere woorden, eigenlijk zijn wij in staat om, nou in ieder geval, komt het in mijn hoofd, kleding te maken van natuurlijke pigmenten die zelfs nog extra... Noem het maar nanocomponenten heeft om je kleding geurvrij te maken. Antioxidant is misschien ook wel handig voor het afbreken van de polymeer, dat het wat langer duurt. Nou, vooral antibacterieel, dat is wel fijn voor sommige stoffen, hè? Wat je wil, in een ziekenhuis of weet ik waar je bent. Dus dat is antibacterieel, bijvoorbeeld in je tandenborstels materiaal zit dat al lang, hè? De antibacteriële stoffen. Er zit niet curcumine in, maar er zitten andere stoffen in. Maar ik wil alles meer biobased maken. Het zit er natuurlijk al in, want ja, er komen veel bacteriën op, die kunnen daar groeien. Tandenborstel is altijd nat, die zet je neer en iedereen weet zich dat niet. Dat hij eigenlijk de volgende dag gewoon bacteriën op zijn tanden smeert. Je ruikt het wel. Dus daar moet je hem ook vervangen, hè, op een gegeven moment. Dat is ook niet voor niks. Maar ik bedoel, dat zijn componenten en die wil je ook zo in die toepassingen hebben. En daar kan dit een rol bij spelen. Dat is hartstikke mooi. Maar dan komen we heel snel op het verhaal ook uit van nutriëntendichtheid van je biomassa. En spoorelementen. Ja, hoeveel van die componenten zitten erin? Kijk, als er curcumine zit en er zit 1% in een plant, dan heb ik 99% over. Ja. Dus ja, daar moet ik wel iets mee doen, anders heeft het natuurlijk niet veel zin. Nee, en dan komt je verdienmodel ook niet uit. Nee, dan komt je verdienmodel niet uit. Dus dan moet je echt ook een cascadering zien. Kan ik dat op een andere manier gebruiken? Een stuk kan ik als voedsel gebruiken. Een stuk kan ik als decoratiebloem gebruiken. Een stuk kan ik als vezel gebruiken, bijvoorbeeld. Nou, daar moet je allemaal aan werken. Maar dan kom je die cascadering, die valorisatie goed te krijgen, anders gaat het niet lukken. Ja, en dan kom je eigenlijk weer terug bij de boer. Ik spreek veel van de mensen zoals jij en op een gegeven moment ga je de conclusie trekken dat een boer eigenlijk een biochemicus is, misschien zelfs een natuurkundige.
En die moet snappen hoe zijn koe werkt, moet snappen hoe de bodem werkt en moet snappen hoe gewassen werken en hoe de transformatie is. En dat is eigenlijk alleen maar groene chemie, idealiter. En het natuurkundige is dat je ook nog moet begrijpen hoe fotosynthese een beetje werkt, hoe je de plantje dan de lucht in kan krijgen. Als je dat als uitgangspunt neemt, dan is voor mij haast een logische stap dat de boer ook een bioraffinage begint. Nou ja, kaas maken is natuurlijk ook een soort van chemisch proces. Biochemisch proces met enzymen en tijd. Biochemisch. Maar dan komen we weer eigenlijk bij het verhaal dat als de boerenondernemer eigenaarschap neemt voor zijn output. En niet afhankelijk wil zijn van een inkopende partij, dan krijg je dus weer kwaliteit en unieke producten, streekproducten weer. Ja, correct. Als jij weer... als je dus echt producten kunt maken zelf producten kunt maken, in plaats van alleen halffabrikaten, ja, dan heb je natuurlijk hoge toegevoegde waarde. Ja. Dat is gewoon... Ja, en dat gebeurt nu is men gericht op tonnage. Ja. En dan moet je eigenlijk stampen zoveel mogelijk en zoveel mogelijk maken, want je zit met lage marges, maar wel grote hoeveelheden. Ga je naar kleinere, dan ga je toegevoegde waarde, ga je naar kleinere hoeveelheden, maar hogere waarde. Ja, want ik zit dan, in mijn hoofd komt dan Jan-Willem van de Groep, die is de soort, ik weet niet of jij hem kent, die is een promotor van biobased bouwen. Ja. En die jaagt bijna, eigenlijk is voor mij, in mijn optiek is hij ook een onderdeel van de landbouwtransitie, want hij jaagt nu ook als we biobased gaan bouwen, dan zullen we ook biobased grondstoffen toegang tot moeten krijgen. En met andere woorden, dan zit je dus al de verbinding te leggen met groen. En nee, ik weet niet of dit dan grijs is, maar iets dan misschien dan weer blauw, iets wat er tussenin zit. Dat boeren nu gewassen kunnen telen die zowel voor de voedsel geschikt is en vervolgens ook geschikt is om daar bouwmaterialen of andere kleurstoffen van te maken. Ja. Maar dat vraagt ook een heel ander... misschien landbouwbeleid of grondbeleid van de desbetreffende. Oh ja, kijk, je moet in het grondbeleid en je moet ook kijken naar je optimalisatie. Nu richt men zich optimalisatie van, in het verleden bijvoorbeeld, van ja, die tomaten kilo's, toen werden het de wassabomben. Ja. Dus toen ging je hem opblazen, want hetgeen werd per kilo betaald. Toen zei men, ja, maar dat smaakt niet. Oké, toen ging je, dan ga je weer anders, dan ga je natuurlijk anders kweken, dat je wel meer vruchtvlees of zo krijgt. En dan ga je een ander ras optelen of veredelen. Nou ja, zo kun je ook veredelen op wat minder tomaten, meer vezel, et cetera. Dus meer optimaliseren naar de stromen toe die je hebt. Het is net als een raffinaderij werkt in de chemische industrie. Mm-hmm. Die krijgt olie naar binnen en die kijkt naar de prijzen. En dan ziet hij van, nou is een beetje meer propeen, nou is een beetje meer etheen. En nou is er meer een beetje butane. En dan kunnen ze optimaliseren in zo'n proces. Ja, daar hebben ze hele computerprogramma's voor. Ja. Om dat met bij te stellen hoe dat moet. En dat is eigenlijk wat je doet. Want ze hebben ook altijd een raffinaderij van multi-output. En dan probeert hij altijd te kijken van, oké, hoe kan ik de totale som, lever natuurlijk mijn geld op. Ja. En niet één product. Nee, want van 1 kilo, van 1 liter olie maken ze 200 producten, afhankelijk een beetje wat de markt doet. En inmiddels is asfalt... Ja. Kunnen ze ook weer afbreken in kleinere componenten, waardoor er nu een tekort aan asfalt is wereldwijd. Puur alleen omdat die componenten meer geld opleveren dan het asfalt. Ja, dat klopt. Maar we werken nu aan bioasfalt, hè? Dus niet aan dat asfalt. Ja, maar zijn wij in staat om genoeg biomassa te produceren om daar al het asfalt wereldwijd van te maken? Want ik heb daar mijn... Ik geloof dat we genoeg lignine hebben. Ongetwijfeld. Ik ken de getallen niet, maar dat ken ik niet uit mijn hoofd precies. Hoe die asfaltproducties zitten allemaal. Maar ik ben overtuigd dat het lukt. En dan zullen we een hoop hout moeten... hoe heet het? Nee. Dat klopt. Maar dat gebeurt al, hè. Als je papier maakt, dan hebben we al die lignine en we stoken ze op. Ja, dat is een afvalproduct van de papierindustrie. Ja, restromen. Dus de lignine. We hebben in Brabant het BioHorizon. Dat is het initiatief in Bergen op Zoom ook. Ja. Maar met TNO en Vito vanuit Vlaanderen. Waar lignine wordt verwaard. En nieuwe toepassingen, routes worden gemaakt. Lignine te extraheren, bepaalde kwaliteiten. En op basis daarvan werken we met hun samen. Om dan eigenlijk de producten te maken die je dan eigenlijk wilt. Ja. Dat is een raffinageketen. Die zijn we weer aan het
ontdekken, herontdekkend opzetten. Ja, en de bioaromaten is daar toch volgens mij een van de routes in, toch? Ja, 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 dat zijn de bioaromaten. Dat is lignine, hè? Ja, dus is lignine een bioaromaat? Ja. Ah. Aromatisch materiaal. Daar heeft de natuur niet voor niks, want een boom wordt niet zomaar aangevreten. Die zorgt dan voor zijn eigen bescherming. Ja, nee, dat is. En het is het meest taaie, het is de meest taaie polymeer die de natuur heeft. Die de natuur maakt in ieder geval in planten. Ja, die maakt hij ook om het allemaal stijver te krijgen. Hè? Dat die stijl niet omvalt. Hè? Dus, maar daar zit ook een antibacteriële werking in, et cetera. Het zijn fenolische componenten. Die maakt de natuur zelf, want die moet zich ook beschermen. Dat is, anders gaat hij eraan. Dus dan wordt hij snel opgegeten. Dus je moet daar wel altijd. Dus de natuur die zorgt voor zijn eigen bescherming. Ja, die en er zijn wel schimmels die kunnen het eten. Dat zie je ook. Paddenstoelen groeien op bomen. Ja. Iemand heeft mij verteld dat de natuurlijke aardolieproductie gestopt is op het moment dat de schimmels de wereld gingen overnemen. Want toen hadden de schimmels genoeg feedstock. Want dat waren alle bomen die oorspronkelijk daarvoor eerst tot aardolie geperst werden. Want aardolie is in principe ook een deel lignine. Ja, aardolie is weggezakt. Eigenlijk zijn dat de algen uit de zee, die zijn afgezonken. Algen die maken veel olie aan, hè? Nou, is dat zo? En wat doen bomen dan? En bomen die maken cellulose lignine en zo. Nee, maar in de moeras dan stapelt zich erop en dan zakt dat ervan weg. Nee, maar dat gaat worden moerassen, dat wordt kolen. Dat wordt kool. Ah. Dat wordt kool, dat wordt veen is daar. Dan heb je veengebied, het zakt weg in de aarde en dan wordt het uiteindelijk kool. Maar olie is er meer van de algen uit de zee, die zinken naar de bodem en daar worden ze onder hoge druk wordt het omgezet tot eigenlijk een pyrolyseproces is dat. Ja. Dan wordt het omgezet tot de zuurstof min of meer eruit geperst. En dan blijft ook de koolie. Ja, dan nou, eigenlijk allemaal voor een deel natuurlijk ook vetzuren over dan, of niet? Ja, dat wordt deel vetzuur, maar die vetzuren die worden zich omgezet, die worden omgezet. De zuurstof gaat eruit en dan wordt het meer een olie. Het is een koolwaterstof zonder zuurstof en dat is de olie die we nu oppompen, maar dat is wel een proces van miljoenen jaren natuurlijk geweest. En er zijn lagen opgebouwd en daarom hebben ze grote hoeveelheden op deze aarde. Dat is allemaal biomassa door de zon gegroeid in de loop van miljoenen jaren. Ja, dat steken we dan een hele korte tijd weer... Ja, dat is ons probleem. Steken we een korte tijd weer af. Als jij zegt hè, dat natuurlijke producten kunnen concurreren met synthetisch. Dat heb je net al aangegeven. Katoen kan dat, zijde kan dat. Hoe zou dat er dan uit kunnen zien? Want er loopt natuurlijk nu een dialoog over agroecologie, strookteelt, agroforestry, meerdere gewassen tegelijkertijd op een hectare. Anderen brengen de bomen weer terug in een weiland, zodat de koeien weer beschutting hebben. Maar je ziet ook dat appelbomen en graan gecombineerd gaat worden. Is dat de toekomst om weer te gaan concurreren met de chemische of de aardolie grondstof? Nou ja, de toekomst is dat we meer plantaardig gaan eten. Hè? Dat is één ding. En je wil natuurlijk die monogewassen, die monogebieden, die hebben natuurlijk als nadeel dat heel gemakkelijk door plagen verpest kunnen worden. Dus dan moet je allerlei middelen gebruiken daartegen. En dat wil men meer op een natuurlijke wijze doen. En daarom gaat men gaan multi- of intercropping, of hoe dat je het noemt, gaat men doen om te staan op weer andere dingen te zetten, et cetera. En graan, wat jij al noemde. De enige uitdaging daar is, hoe kan ik dat toch op een economisch interessante wijze oogsten. En daar speelt precisielandbouw en drones en van allerlei nieuwe technologieën wel een rol. Hè. Maar die nieuwe technologie kost veel geld en dan moet je dan concurreren tegen iemand die een aardappelveld even heel snel kan afgooien. Dus, en die goed kan houden met bestrijdingsmiddelen. Dus ja, dat is het gevecht waar je op dit moment mee zit. Ja, Economisch gezien. Dus ik begrijp de boeren wel hoor, dat is niet zo makkelijk. Nou ja, de twee boeren die ik tot nu toe geïnterviewd heb, dat is Cornelis Mosselman en Arjan van Buren. Cornelis is wat grootschaliger, die heeft een deel omgezet naar biologisch. Strookteelt
zijn eigen machines aan het bouwen en is zo langzaam zijn hele arsenaal van gangbaar naar biologisch om aan het zetten. En zijn grootste punt van kritiek, is het verkeerde woord. Waar hij van baalt is dat hij met zijn lastapparaat opnieuw zijn hele machinepark moet gaan verbouwen. En niet dat hij die machines ergens kan kopen en in kan zetten. Omdat dat er doodweg gewoon nog niet is. Ja. En dat hoor je veel van de boeren die aan het switchen zijn naar meer biodiverse teelt. Dat alles nog uitgezocht moet worden en alle machines nog. Ja, er komt gewoon een compleet nieuw machinepark aan. En iedereen is nog zelf aan het klussen om uit te vogelen hoe die configuratie er nu uitziet. Ja, dat is natuurlijk zo. De bestaande landbouw is helemaal rondom de bestaande boeren is een enorme kermis opgetuigd van bedrijven en organisaties die enorm willen verdienen daarmee. Om aan de boer of de bedrijven eromheen heel veel apparaten te verkopen om het efficiënter te doen. En dat is helemaal in de loop der 100 jaren natuurlijk helemaal opgebouwd. En dat is natuurlijk heel mooi, heel infrastructuur. Maar als je dus anders gaat doen, ja, dan moet je weer andere machines maken. Moet je de infrastructuur, moet je ook de kennis weer aanpassen. Dus dat is die transitie. Ja. En dat transitie is niet iets van, als je 10 jaar kunt, dan ben je snel. Het hangt er vanaf hoeveel mensen er tegenaan gaan hangen en het vooruit duwen, denk ik dan. Kijk maar naar de aardgastransitie, dat is onze 10 jaar geluk. Ja, nee, daarom. Dus leidingen gingen snel de bodem in de jaren 60. Ja, ja. Er was te weinig protest, of iedereen vond het geweldig. Dus als iedereen meewerkt, dan gaat het goed. Maar nu kost het ons om een kabel te maken, een nieuwe hoogspanningsmast of een windmolen, kost ons 7, 8 jaar. Ja. Dus, ja. Hoe kijk jij dan... Nee, misschien moet ik het dan zo vragen vanuit je biochemische bril en wat je langs ziet komen en je ervaring bij de verschillende hogescholen en universiteiten. Als de grootste... wat zijn de grootste hobbels waar we mentaal en technologisch overheen moeten? Mentaal en... Ja, dat... Wat zijn de grootste hobbels waar we omheen moeten? Kijk... Uiteindelijk gaat alles toch wel weer gaan om een stuk beleving en marketing naar de mensen toe. En het zit een stuk in de opvoeding. Want ons voedselpatroon, wij eten gewoon heel anders dan Azië of andere landen. Ons voedselpatroon is gewoon, we hebben onze huidige cultuur en de marketing ingegeven. Van oudsher om die dingen te eten die we nu eten. Als ik in een ander continent kon eten, mensen allemaal andere dingen. En die zeggen ze, wat jij eet, dat vind ik niks. Mm. En wij zeggen het en vice versa. Ja. Dus dat zit helemaal in cultuur. Dat betekent dat heel veel mensen zeggen, je moet bij de jeugd beginnen. Aan de keukentafel, heel jong. Kortom, 20 jaar. Om die dingen te krijgen. Je ziet ook al bij de jeugd nu veel meer. Dat zal anders kritischer kijken. Er zijn ook binnen de studentenpopulatie ook veel meer al vegetariërs en zo. Dat is al standaard. Dat doen we al bij welke groepsbijeenkomst die je dat hebt, er zit al een standaard groep in, dus dat komt allemaal op. En dat komt vanuit die opvoeding. En ja, daar ligt gewoon de basis. En heel veel andere dingen, dan zegt iedereen, ik moet mijn vlees hebben en ik moet zo zijn erbij gewend. De andere mensen zeggen, wij zijn al verloren. Alexander, wij tweeën zijn al verloren, ja. Want we zijn zo opgevoed. En om dan nog even te gaan veranderen, dan denk je, ja, kijk, want wat je het lekkerste vindt aan voedsel en al die dingen is toch wat je... Herinnert aan vroeger wat je moeder klaarmaakt. Voor de meeste mensen. Ja, voor de meeste. Niet allemaal. Ja, of je vader of zo, weet ik veel. Hè? Ik ben multicultureel. Ik heb de kans gehad om de halve wereld in mijn jeugd mee te maken. Dus ja, nou, dus dan ben jij al veel diverser dan de gemiddelde. Want dat merk je zo. Ik heb zelf ook wel dat ik denk, nu lekker echt de soep van vroeger of zo. Dat krijg je gewoon. Dat zit er gewoon in. Ja, op sommige momenten hou je dat. Dat is denk ik evident. Ja. En dus daar ligt dus eigenlijk iets, hoe moet ik dat zeggen, dat moet groeien. Daar moet je dus, daar moet ook de reclame en al die dingen moeten natuurlijk aan meewerken. Ja. En dan gaan we bij ook nog wel enige invloed op uitoefenen, om dat wat te bevorderen. Daar ben ik wel voor. Ja, ja, en dat wordt nu ook door verschillende partijen geduwd om, vlees krijgt geld toe om reclame te maken op de televisie. De gemeente Amsterdam heeft besloten om alle abris meer plant-based te laten adverteren en steeds minder dierlijk.
Dus dan krijg je natuurlijk dat in het publieke domein je steeds meer geconfronteerd wordt met plantaardig en niet meer met dierlijk. En dat gaat natuurlijk ook in je brein. En dat gaat langzaam in je brein zitten, maar dat kost gewoon tijd. Ja. Dat was vroeger, iedereen rookte en nu niet meer. Of maar een kleine minderheid. Nou, ja. Dat kost gewoon tijd. Dat is heel veel jaren. En wat ik merk in mijn lessen die ik geef bij Van Halle Arestein, dat in, ik voor ingehuurd om 8 weken lang systeemdenken en natuurwetenschappen te introduceren en dat te koppelen aan verdienmodellen. En dan merk je dat het in de derde, vierde week men wakker wordt dat er ook heel veel meer kan. Hè? Dat je laat zien dat je die cascadering kan maken. Ja. Hoe is jouw ervaring dan met jouw studenten, zowel op de TU Eindhoven als wat is je andere rol als innovatiemanager, als bij Avans? En misschien zelfs nog bij Ares. Ja. Die tijd. Nou ja, jonge mensen zijn echt wel voor nieuwe dingen in. Niet allemaal, want het is natuurlijk net zoals een diverse groep in de samenleving, heb je dat daar ook bij. Maar in principe komen ze iets leren en willen ze iets leren. In de richting die jij al voorstaat. Anders komen ze al niet bij je. Hè? Dat is mijn punt vaak aan de school. Dus er wordt wel marketing naar buiten gepleegd, zodat je mensen weer aantrekt. En ook weer de zone van bedrijven, mensen die je spreekt, et cetera. En zo probeer je. Dat moet zich rondspreken. Dat is eigenlijk dat is wat je doet met hele coole en dingen. Voorbeelden moet cool worden. Dat je dit doet en dat het moet mainstream worden. Dat is eigenlijk dat is het verhaal. Hè? Als ik nou zie dat bijvoorbeeld alcoholvrij bier. Nou, dan weet je toen met die buckler uitgelachen, weet ik veel. En wijze van spreken, dat is nooit meer. Onze tijd, dus ja. Nou, dat kost allemaal tijd. En zo zijn er zoveel van die voorbeelden. En je ziet dus dat een autonoom proces is. Dat gaat gebeuren. Die verandering die komt eraan. Ja, dus bij de jonge mensen zie je dat vaak als eerste. Maar wat je wel altijd hebt. Je hebt gewoon dat is gewoon overal. Je hebt innovators, mensen die en de early adapters en zo. Dat zijn de mensen die voorop lopen, Wim de Laan en zo, dat soort mensen. En je hebt heel veel volgers. En je hebt de leggers. En dat is ook een standaard. Ik wil nu niet zeggen weer 25, 50, 25, maar daar komt het bijna weer altijd op neer. Ja, en voor het mainstream wordt, moet je de 20% overzetten. Ja, nee, dat is duidelijk. Helder. Er is trouwens nog één hele leuke anekdote. Jij vertelde over Indigo. Ja. Dat natuurlijk veel beter is dan synthetisch. En dat het uit een plant komt. Ik heb nooit geweten dat het uit een lugine komt. Veel beter, wil ik zeggen, het komt uit een stof, maar die zit in een plant. Dat is een plant in China, gooi je die plant bijvoorbeeld. Ja. En kun je Indigo winnen, maar toen is men erachter gekomen dat het die stof is. En die stof is men toen synthetisch gaan namaken. En dan kun je fossiel gebaseerd een grote fabriek maken en dan alleen die stof maken. Ja, in een plant zit er een bepaald percentage erin. Nou, dan zie je de builen hangen. Ja, maar dan heb je, en dan heb je nog steeds, dat was in de tijd van schaal, schaal, schaal. Ja. En als je het uit de plant wil halen nu, dan zul je het weer moeten cascaderen, valoriseren van alle stappen die erin zitten. Ja. En dan, komt het waarschijnlijk wel weer uit. Dat hoop je. Dus je moet weer terug naar die tijden van alles benutten. In feite wat je deed. Kijk, dat is waar we ook al eens over gehad hebben. Over de varkens bijvoorbeeld. Dat je die ook. Ja, dat is natuurlijk een enorme cascadebeest zou je kunnen zeggen. En de kip bijna ook. Want alles wordt ervan gebruikt. Ja, van niet alleen de vlees, maar alles. Van de haren en de snuit en alles wat je maar kunt bedenken. En de botten en de gelatine en alles wat je maar kunt bedenken. Wordt in feite wordt omgezet, wordt gevaloriseerd. En daardoor kunnen we het vlees zo goedkoop houden. Ja, of het vlees is het restproduct, want daar kan men niks mee. Zou je kunnen zeggen. Ja. Ik ben ooit bij een varkensboerderij, een varkensfokkerij, want zo moet je het volgens mij zien. In Brabant, daar sommige varkensboeren hebben hun hun stallen opengezet. En heel transparant laten zien hoe je in een hele korte tijd, binnen 3 maanden, een varken vetmest voordat hij naar de slachterij gaat. En dan leer je, ik vertelde je dat eerder, dat was een designer heeft toen een boek geschreven
pik met het nummer van het varken die ze terugtraceerden. En daar dan echt meer dan 100 applicaties voor had. En als je dan één op één bij elkaar optelt, dan weet je, joh, al het andere levert gewoon biochemisch veel meer geld op dan het vlees. Maar dan is de kilokladder het logisch gevolg van het feit dat... Nou, misschien is dan een slachterij is dan eigenlijk ook een soort bioraffinaderij. Ja, in feite wel. Want zij proberen zoveel mogelijk de waardevolle componenten eruit te halen. En op een manier, uiteraard. En alles rest om te verwaarden. Want dat is voor hun kassa. Kom ik toch weer bij mijn beginplaats. Toen ik ook als chemisch technoloog ben opgevoed. Dat je erachter komt dat je de product maakt wat je wil. Maar altijd reststromen erbij hebt. En als je die niet verwaart, dan gaat het veel geld kosten. En dan heb je helemaal geen profitabele business meer als je niet uitkijkt. Dus daar draait het om. En dat is wel goed. Je business. Want als je kijkt naar de biobased transitie waar we nu in zitten, dan merk je dan toch dat heel veel ondernemers... laten we eens eventjes in de akkerbouw plant-based houden. Er zit een bepaald stofje, een inhoudstofje in mijn product. Die wil ik er dan uithalen. En dan tot de conclusie komen dat het niet uitkomt. Als je je daar alleen op focust, dan heb je ontzettend veel volume nodig. Ja. En het dan ombouwen naar een kaskaderingssysteem, dat is voor hun weer lastig, want hun core business is het telen van het plantje en niet een bioraffinaderij ontwikkelen. Dat komt dus door die vergaande specialisatie. Ja. Dat heeft grote voordelen voor die productie en die schaal. En je kunt alles kopen, de machines die we kopen, waar we net over hadden, dat is allemaal specialisatie. Maar dat heeft minder flexibiliteit tot gevolg, meteen. En daarom is het waarom het overal schuurt en botst. Omdat die transitie vraagt dat we dat we een ander specialisme ontwikkelen. Misschien is dat het beste om te formuleren. Ja. En je bent innovatiemanager ook bij de TU Eindhoven. Zit jij daar dan ook nog in de biobased kant of in de chemiekant? Wat is... Daar zit ik meer aan de energiekant. Oké. Ik zei altijd, duurzame energie, die moeten wij niet uit de biomassa alleen halen. Biomassa, we hebben reststromen van biomassa, etc. We kunnen een deel van de energie er zeker uithalen. Maar zeker niet het geheel. En zeker niet de mainstream. Dus wat we moeten doen is werken aan de duurzame energieopties. En dat is wat ik daar doe met studenten. Die hele coole oplossingen verzinnen. Al is het maar over... met nanotechnologie, bijvoorbeeld twee oppervlakken die je langs elkaar schuift. Je weet, als je een haren kamt, droge haren kun je spanning krijgen. Nou, dan kun je ook dit soort dingen doen. Nou ja, dat kun je in je kleren stoppen en daardoor kan iets opladen. Ja. Nou, zo zijn er talloze leuke voorbeelden waar we proberen van te kijken, kan dat een levensvatbaar product worden? Als je even terugtrekken naar de, laten we terugtrekken naar de landbouw, maar dan voor mij is de landbouw bioreactoren voor bacteriën en schimmels, micro- en macro-algen, dus dan zitten we deels in de reactor, deels in de zee, en planten en dieren en insecten. Als ik dan een nieuwe stal of een nieuwe fabriek bouw, welke energie technologie zou ik daar nu al in kunnen stoppen of over kunnen nadenken, behalve dan de standaard solar en wind? Je moet kijken. Solar is natuurlijk een fantastisch product. Makkelijk, duur, betrouwbaar. En het enige waar je aan moet nadenken is, hoe kan ik mijn energie opslaan? Ja. Dat is het belangrijkste wat je moet doen. Hoe ga ik mijn energie opslaan? Want ik heb in de zomer voldoende energie, maar 's avonds is het donker. Of er waait het niet. Dan moet ik wel energie hebben. Dus ik zal altijd een soort batterij moeten hebben. En dat kan een elektrochemische batterij zijn, maar het kan ook een warmtebatterij zijn. Het is maar welke energie dat je nodig hebt. Maar dat zal je wel moeten opslaan. En wat dit jaar net een paper over verschenen is, is over die soort algenbatterij, kun je zeggen. Dat is net een maand geleden verschenen. Mm-hmm. Dat is een fantastisch product. Je groeit een soort algen doe je in een soort... soort reactor met zonlicht. Ja. En dan kun je uit die zonlicht, dan gaat daar fotosynthese plaatsvinden en dan kun je die elektronen aftappen. Want normaal splitsen die ook water, hè? En waterstof, en dan wordt dat aan CO2 gebonden en dan heb je dus koolhydraten. Maar je kunt ook die elektronen aftappen. En die elektronen aftappen, daar kun je een processor mee voeden. En dan kun je dus, dat is een lage spanning.
Dat is een lage spanning. Dat is nooit groot. Maar dat is een lage spanning. Wat kun je daarmee doen? Een processor mee voeten. Waarom? Welke processor? Een processor die als sensor van energie voorziet. En wij gaan naar de toekomst naar miljoenen sensoren. Je hebt in ieder huis heb je al een sensor liggen voor CO2 of voor temperatuur en al die dingen. Nou, allemaal batterijtjes bij. Dat zou op die manier kunnen. Nou is het vooral dat je zegt, ja, die batterij, als er geen zon schijnt, doet die niet. Nou, die doet het wel, want die kan s'avonds... Is er ook nog, vindt er ook nog oxidaties plaats in dat biochemische systeem. En die batterij, dat is net gepubliceerd, want ik kwam er ook achter, die doet het gewoon ook de hele nacht door. Ja, met de avond beginnen en overdag doet hij het ook nog. Dus het is een continue batterij die je met niks hoeft te voeden een jaar lang. Ja, ik ben en goedkoop. Ik ben een fan van de microbial fuel cells. Dat is denk ik vergelijkbaar. Dat zijn micro-organismen in de bodem met een anode en een kathode. Het gaat ook over een Dat is vergelijkbaar. Die zijn ook, die geven weinig spanning af, et cetera. Dus het gaat voor hele lage zaken toe te passen. Maar dat ding kun je zo groot maken als een AA-batterijtje. Ja. Dan geeft hij genoeg spanning voor zo'n microprocessortje. Wat dus, microvolts, praat ik over. Dus microampère. Laag, maar dat is genoeg voor zo'n processor. Die heel veel gebruikt wordt om dingen te verwerken, bij te houden. Om standby van je Senseo bij te houden. Ik noem maar iets. En dan wel afgesloten. Net zoals een pot die je dan de deksel erop zet van een plant. Ja. En dan zolang die maar zon heeft, dan... Hij krijgt zon, maar ook s'nachts gaat hij door. Maar hij heeft de volgende dag weer zon. Maar, hij doet dus mee in de cyclus van dag en nacht gewoon. Maar hij hoeft niet CO2 van buiten... Er is geen input van buiten nodig. Geniaal. Jawel, hij staat open, hij ademt. Oh, oké, dat wel. Dat wel. Okay. Het is niet afgesloten, hij ademt. Nee, okay. Dat is wel zo. Maar dat is mooi hoor. Nee, dat is nou het nieuwste ding wat ik nou wat iemand van een professor in Amerika heeft laten zien. En dat is wel aardig. Ik bedoel, technologie, dan komen dus biochemische en energie en al die zaken en materialen, die komen samen in zo'n product. Maar dan zou je bij een stal, stel je voor dat het een melkveehouder is, die zou de fundering of de onderkant van zijn stal kunnen gebruiken als een buffer voor de wintermaanden. Ja, zeker. Dus dan in plaats van dat je als een stal denkt, een dak, nou, zonnepanelen, de koeien erin, misschien ergens een mestbak, en dat is het. Terwijl je dan kunt nadenken, oké, wacht even, alles wat onder de vloer ligt, dat is in principe mijn batterij. Klopt. Nou is het zo dat een koeienstal te weinig warmte nodig heeft. De koeien hebben het eerder goud te warm. Nee, maar daar kan je mee spelen. Ik bedoel, je kan dan je elektrische autopark daarmee opladen. Precies. Je kunt dus allerlei andere functies gaan verzinnen. Dat kun je natuurlijk wel doen. Klopt. En dat is natuurlijk... Dus je kunt een kast erbij hebben en dan kun je nog verwarmen. En zoiets in de wintermaanden. Of je eigen huis mee verwarmen en dan... Dat al helemaal. Zoals het vroeger ging. Ik hoorde een verhaal dat de vikingen hun eigen vee ook in het huis hadden staan. En de warmte van het vee daar. Ja, maar dat hadden wij ook vroeger. De boerderij. Oh, ja? Gaan maar op de dingen kijken. En hoe heet het? Het Openluchtmuseum. In Arnhem. Ja, nee, vertel. Ja, daar zie je gewoon de boeren van vroeger. Hoe dat was. Stal. Het huis zat er toch aan vast aan de stal. Ja. En in feite kon je daar die warmte benutten. Tja. Van de beesten. Want dat is de energie die je daar geeft, die gaat nu verloren. Ja. En dan had je toch al meer efficiëntie vroeger. Want de beesten produceren natuurlijk warmte. En dat is allemaal vanuit het gras of wat ze gegeten hebben. Dat is natuurlijk verloren. Nee, die warmte die gaat naar de omgeving. Als jij die nog kunt benutten, heb je eigenlijk biomassa als brandstof gebruikt. Eigenlijk zeg jij gewoon... Achterom kijken naar het verleden kan vaak, ik wil niet eens soms zeggen, maar geeft vaak oplossingen voor de transitie waar we nu in zitten. Omdat we vergeten zijn hoe we het... Het is inspiratie. Inspiratie. Ja. We moeten natuurlijk die technieken van toen toepassen in de huidige context. Dat is natuurlijk heel anders. Ja. Maar dat geeft wel inspiratie van zaken die mogelijk zijn. En waarom zouden we dat niet op een modernere manier kunnen nu? Hè? Dat bedoel ik. Dus grote voordeel van zo'n biobatterij is bijvoorbeeld dat je helemaal geen lithium en al die metalen niet nodig hebt. En geen mining dus in Peru. Maar ook prettig, hè? Ja, nee, dat biedt ook alleen maar voordelen. Dus dat zijn ook weer hele grote voordelen. Ja. Laatste vraag, Han. Ja.
Ik zelf ben een fan voor de Lean Startup. Ik heb dat boek ooit gelezen. En als ik dan alle innovaties volg en de verhalen van de ondernemers dan zelf ook hoor, dan denk ik, joh, jullie volgen dat boek hoofdstuk per hoofdstuk. Ik leg hem dan op de landbouwtransitie neer en de boeren die ik spreek, en dan zie ik hem vaak één op één. Hoe kijk jij naar innovatiemanagement in de landbouwtransitie? Wat zou jij deze ondernemers, deze voorlopende boeren en anderen willen aanraden om hoe om te gaan met innovatiemanagement / verandermanagement? Ja, kijk, dat is voor ieder persoon verschillend volgens mij. Dat is zelfs persoonsafhankelijk, heb ik het idee. Ja. Want ja, hoe zit je erin? Word je gedwongen om iets te doen? Ja, dat moet je wel. Ja. Dat zie je alle bedrijven. Zo krijg je echt, dan ga je, dan, hoe zeg ik het ook alweer? Overleven of sterven, bij wijze van spreken. Dus ja, dan moet je wel. En dan moet je alles bij elkaar schrapen om iets anders te gaan doen. En als je nou een bestaand bedrijf hebt, dan ben je eens aan het kijken, hoe kan ik mijn bedrijf wat verder optimaliseren? En alles hangt van af welke druk dat je hebt. En daarnaast welk gevoel dat je zelf ontwikkelt. En dat je zegt van, oké, ik vind het nou genoeg geweest, ik ga biologisch boeren. Daar heb ik boeren gehad, die hebben dat gedaan. En het kost allemaal heel veel tijd en geld en weet ik veel, maar ze hebben het gedaan en zijn ze heel blij mee. En andere mensen die doen dat deugd het niet, die doen het niet, of die hebben allerlei omstandigheden waardoor het niet kan, volgens hun. Dus ja, dat is heel sterk persoonsafhankelijk, valt mij op als je innovatie. Je kunt niet zomaar zeggen bij een bestaand bedrijf, ja, hoe ga je dat nou doen? Dan moet je echt met mensen praten. Dat is bijna psychologie, zou ik zeggen. Dit soort zaken. Hoe ga ik daarmee om? Kijk, wat ik wel zie is, hoe krijg ik nou nieuwe technologieën en nieuwe dingen aan de markt? We ontwikkelen heel veel als kennisinstituten. En dan merk ik, dan kan ik met studententeams, en dat noem ik dan ook maar een lean startup, die kan ik in een relatief beschermde omgeving, multidisciplinaire studententeams, kan ik dat, die mensen die lopen bijna geen risico, want het gaat om risico's lopen in ondernemerschap, die kunnen heel veel dingen uitproberen en dat kan tot succes leiden. Gisteren zag je Lex Hoefsmit bij College Tour. Mm-hmm. Dit is iemand die is met die Lightyear-auto begonnen. Dat was allemaal gebaseerd op die zonneauto van de TU Eindhoven. Waarbij studenten gingen zeggen, ik wil een auto ontwikkelen die meer energie oplevert dan die gebruikt. En toen zei de professor, dat kan niet. Dat is onzin wat je nou gaat doen. Nou, en toen zijn ze toch die uitdaging aangegaan. En uiteindelijk heeft dat geleid. En Lex heeft daaraan meegewerkt. En uiteindelijk heeft hij gezegd, oké, met een aantal vrienden. We kregen zoveel vragen uit de markt toen ze dat wagentje in Australië de challenge mee wonnen. Van, kun je het kopen? Toen dachten ze, nee, het is een prototype. Dat hebben we eens een keer leuk gemaakt. Dat kun je niet kopen. Dat ding staat nog op de TU Eindhoven nu. Maar wat je wel kunt. Maar toen daar zeggen ze, hey, misschien is er wel een vraag uit de markt. Misschien kunnen we wel zoiets regelen. Ja. Toen zijn ze met crowdfunding begonnen. En nu was hij gisteren bij College Tour, een goede man, zeg maar. Dus wordt hij vergeleken met Elon Musk ongeveer. Nou, hè? En dat is toch wel, dat is wel fenomenaal. En dan zei ik, kijk, die kan veranderingen teweeg brengen. Dan gaat hij zozeer die auto in de markt brengen, die heel duur is voor een literklas. Maar wat ik zie wat hij ontwikkelt, is dat zonnedak voor die auto. Want daarom laat hij op. En die zijn andere fabrikanten kunnen ook al zonnedakken leveren. En dan kan hij weet die technologie goed, kan die verkopen. Dus hij kan uiteindelijk verdienen aan ongeveer niet auto zonder daken te verkopen. Hoeft hij geen eigen auto meer. Tenminste, toen ik dat gisteren zo zag en hoorde, dacht ik, nou, dat is echt. Ja. Dus uiteindelijk kom je met iets uit wat voor jou, wat de maatschappij kan veranderen. Dat is niet precies wat je zelf voor ogen had. Nee, en daarmee kom je eigenlijk weer op terug op het onderwijs wat je aan het geven bent bij Avans. Ja. Dat je eigenlijk eerst kijkt naar wat knelt nu echt. En dat kan er voor een boerenbedrijf zijn dat je de transitie in moet. Ja. En dan teruggaat naar je eerste jaar. Laten we het lekker praktisch houden. Ja, eigenlijk wel. Ik weet dat ik ergens heen wil. Ik weet dat het kan. Althans, ik wil dat het kan. En dat je dan op weg daar naartoe alle puzzelstukjes bij elkaar zoekt. Ja. En dat heb ik van Cornelis en eigenlijk ook van Arjen gehoord. Het is enorm een multidisciplinaire reis. Ja, want de kennis ligt op verschillende plekken. En de uitdaging voor jou dan ondernemers is om dat te synthetiseren en het allemaal samen te brengen voor de plek waarin jij het wil realiseren.
En er is geen één weg naar Rome. Het is een multiplex aanpak. Het is een zoektocht, maar het is wel handig om kennis te nemen van die aspecten. Dus je moet eigenlijk een open mind hebben. Anders gaat het niet gebeuren. Dus dat is wel heel belangrijk. Dus sta open voor dingen, denk ik. En dat is wat ik van de studenten probeer mee te geven. Ja, en dat zie je dus ook bij jouw studenten op de Avans en op Ares, dat dan dus ook vooruit gaat op die manier. Dat daar hele mooie, dingen voor elkaar komen. En mooie projecten. Uiteindelijk zelfs tot bedrijven leidt. Dat is wel een gamechanger. Dat kan tot een gamechanger leiden. En dat is het belangrijk wat je nodig hebt. Altijd zoeken, wat verandert het huidige spel? Eigenlijk zeg je dan ook dat de agrarische sector eigenlijk veel meer, of de landbouw, even in de brede zin, ook veel meer kan leren van het innovatieve denken, ook vanuit de jonge generatie studenten, om wat meer met een open blik naar de huidige problematiek te kunnen kijken. En jongens, hier lopen we tegenaan, dat zijn de regels en wetgeving die eraan komen. Hoe zouden jullie daar als multidisciplinair team van allemaal verschillende vakrichtingen naar kijken? Dat is eigenlijk zo. Want kijk maar, wie heeft die auto-industrie veranderd? Dat was niet iemand uit de auto-industrie. Nee, eens. En zo gaat het steeds, blijkt. Dus, plotseling staat er iemand naast je en denkt, Jezus, wat gebeurt hier? En dan, dan gaan we allemaal anderen mee natuurlijk. Dus daar zit de kern. En dat is ook bij de landbouw zo. De biologische landbouw heeft al heel wat teweeg gebracht. Nou, en nu probeert men met die kringlooplandbouw het een en ander voor elkaar te krijgen. Dus ja. Eigenlijk de quote van Lex met zijn hoogleraar, het kan niet. En dan zeggen, joh, we gaan het gewoon wel doen. Ja, en, want het ergens moet het wel kunnen. Ja, klopt. En dat scheelt wel als je jong bent en weinig verplichting hebt. Hij heeft nu een kindje, dan ga je anders denken. Hè? Ja, eens. Het is allemaal risico's. Dus daar gaat het uiteindelijk om. Dus, en daarom heb ik zoveel vertrouwen in de jonge mensen. Die kunnen ook dat risico lopen. En daar is niks mis. We hebben een ervaring op gedaan. En dan spreekt er ook velen. En dan denken ze, ja, een leuke ervaring. En dan, ja, als het niet is, dan ga ik weer wat anders doen. Dus dat is vaak dat is het probleem misschien als je ouder bent. Dat je die ballast meedraagt. Ja, je hebt ik weet niet, ballast is gewoon, maar je hebt wat extra verantwoordelijkheden en daarmee ook een ander verdienmodel, een ander bedrijfsmodel waar je ook op moet laveren om te zorgen. Hoewel sommige mensen dat ook zeggen, dat is ook onzin. Dus ja. Zeg het maar. Ja, ik heb nu een kleintje en mijn perspectief is wel veranderd. Want je hebt nu voor iemand anders te zorgen en dat had je eerder veel minder. En dat geeft een bepaalde verantwoordelijkheid. Ja. Daarin. Heb ik je iets gevraagd? Heb ik iets gevraagd? Of heb ik iets nog niet gevraagd? Dat is het juiste woord. Wat je nog wel erin had willen gooien voor het publiek van Nieuwvoer? Nee, ik denk dat wij een heel breed gebied behandeld hebben. En zelfs tot de kern van mens zijn bijna zijn doorgedrongen. Dus heel goed. Dankjewel, Han. Jij ook. Zo, dat was het wel weer. Ik hoop dat je genoten hebt van ons gesprek. Wil je meer Nieuwvoer? Dan nodig ik je uit om donateur te worden van de show. Dat kan via petjeaf.nl/Nieuwvoer. De link vind je hieronder. Of doneer wat dit gesprek jou waard is geweest. Ook via petjeaf.nl/Nieuwvoer. Zo zorgen we ervoor dat we samen meer voer kunnen produceren. Wil je er een keer live bij zijn? Dat kan. Schrijf je in op onze mailinglist op de website www.nieuwvoer.nl. En dan mis je geen editie meer. En ook rank deze podcast in jouw podcastplatform, zodat de algoritme leert dat wij hoger kunnen scoren. En natuurlijk zijn alle gesprekken terug te kijken op nieuwvoer.nl, ons YouTube-kanaal en natuurlijk via jouw favoriete podcastplatform. Ik kijk uit naar de volgende keer. Tot ziens!